Dit is ons eerste stoppunt vandaag met het halen van de cavia's in Ermelo. Het zijn twee cavia's die mee gegooid is. Het achterpootje van de borstelcavia is gebroken en de dierenarts heeft dat netjes gezet en hoopt dat hij bij ons op een goede manier kan genezen en dat hij dan weer een goed huis vindt. Het is bij de Sterkenkliniek in Ermelo, waar ik nu naar binnen ga en de cavia's ga halen. Wij zijn blij dat dierenartsen zo netjes zijn. Ik heb net de cavia's gehaald. Ze staan nu in de auto. Het zijn Knabbel en Snuffel. En de dierenarts was heel blij dat wij deze gehaald hebben. En ze hoopt ook dat ze hoort wanneer ze uitgeplaatst zijn. Wij gaan ons best doen om het zo snel mogelijk aan te regelen. Nu op naar Randwijk, waar 28 cavia's gehaald worden. Ik ben nu in Randwijk en hier staan de cavia's. Ik ga ze zo in de auto laden en dan gaan ze mee en komen ze in Bakkeveen terecht. Nou, de cavia's zitten in de auto. Het zijn 5 beertjes. Een stuk of 12 vrouwtjes. Nou, voor hun gaan we weer een goed huis zoeken. Nou, ik ga weer instappen, broodje eten en dan onderweg naar Hank. Ik ben net in Ouderhoorn geweest. Er was een mevrouw die had te veel cavia's, is een opvang voor haarzelf. Maar door ziekte kon zij dit helaas niet meer voortzetten. Ik heb verschillende cavia's meegekregen, vrouwtjes en mannetjes. Ik hoop dat ze bij ons goed terechtkomen. En dat wij ook weer snel een huis voor ze vinden. Dus dit is ook een aardig grote groep die we binnenkrijgen. Die mevrouw is heel erg dankbaar dat wij ze opvangen. Het is inmiddels 9:45. Giselle is nu ook thuis. Dan gaan we de bus uitladen met de cavia's die zij dus vanavond gehaald heeft. Nou, het staat ook weer helemaal vol zo te zien. Een bus vol cavia's. Lange avond geweest, Giselle. Lange dag. Ja. Zo, het staat weer aardig vol. Dat is ook weer uitladen. Nou, ze staan zelfs op de voorbank, zie ik. Nou, jongens, gauw uitladen, hè. Maar. Nou, dit zijn ze allemaal. Dat staat weer gigantisch vol. We moeten morgen even verder uitzoeken, want inmiddels is het 11 uur geworden. En moeten we het even allemaal uitzoeken. Het staat weer helemaal vol. Dit zijn de cavia's, de dames allemaal uit de Randwijk. Ga eerst eventjes slapen, dames. En dan morgen allemaal eventjes uitzoeken. Jullie hebben honger, hè? Ja. En de heren zijn al vreselijk nieuwsgierig naar de andere dames. Hier zit ook alles weer vol. Allemaal castraties. Ook nog dames. Ook nog heren. Hi dames. Ja, eerst lekker slapen, hè. Ja. Ook nog vol. De tussenruimte. Eerst even allemaal lekker rust en hapjes eten. Rustig maar, schatjes. Morgen gaan we alles uitzoeken. Welterusten allemaal.